Ik hoop dat iedereen mij goed duidelijk kan zien en horen. Mocht dat niet het geval zijn, laat dan zeker een berichtje na in de chat. Ik word tijdens het webinar ondersteund door mijn lieftallige assistent Andy, dus voel jullie zeker vrij om commentaar te geven, mochten jullie mij dus niet duidelijk horen of zien. Goedemiddag iedereen, van harte welkom tijdens dit webinar over GDPR. Mijn naam is Charlotte Kools, ik ben oprichter en een van de twee zaakvoerders van The Online Nut Company. En het is The Online Nut Company die vandaag dit webinar over GDPR initieert. Waarom doen wij dit? Wel, we vinden het heel belangrijk dat wij zelf, maar zeker ook onze klanten en prospecten op de juiste manier met data omgaan. Want laat ons duidelijk wezen, ja, sinds de lancering van GDPR in mei 2018 inmiddels al is er zeer veel veranderd op dat vlak. Waar dat destijds in 2018 vooral een grijze zone was wat GDPR betrof en waar er helemaal geen helderheid was over wat je nu wel of niet moest doen, ligt dat vandaag toch wel even wat anders. Er is veel meer duidelijkheid gekomen over wat dat er van jou als bedrijfsleider verwacht wordt om op een goede manier met GDPR om te gaan en hoe dat je dus mogelijk problemen kan vermijden. Daarom vond ik het heel belangrijk om dit webinar te initiëren. Wij worden vandaag ondersteund door de GDPR-specialisten van Sirius Legal uit Mechelen. Bart van den Branden is echt een expert op vlak van GDPR en hij gaat jullie in ongeveer een uurtje toelichting geven over hoe dat jullie vandaag concreet aan de slag kunnen gaan met GDPR om echt wel problemen te vermijden. Want ik denk dat jullie het allemaal in de media ook al wel hebben kunnen vernemen dat er toch wel het een en ander aan de hand is met data en dat je maar beter voorzichtig kan zijn in hoe dat je hiermee omgaat. Dus van harte welkom Bart. Goedemiddag, ik hoop dat jullie mij horen. Ik denk het wel, ik hoor jou in ieder geval zeer goed Bart. Thanks. Dus goedemiddag iedereen. Aan jou gaan geven als GDPR-specialist. Ik zou ook nog willen aangeven aan de mensen, ook voor Bart geldt net hetzelfde. Laat er ons een interactief verhaal van maken. Als jullie vragen hebben, geef ze zeker aan in de chat. Andy gaat de chat zeker ook mee opvolgen. We gaan proberen alle vragen aan bod te laten komen, zo goed als mogelijk te beantwoorden. Mochten er dan die nog vragen zijn, aarzel dan zeker niet om met ons in contact te treden en dan helpen wij jullie graag verder. Dus veel plezier met Bart. All right, dankjewel. We hebben een klein uurtje samen, dames en heren. En een uurtje is niet veel als het over GDPR gaat, jammer genoeg. Ik geef opleidingen die 2 en 3 dagen duren rond dit onderwerp. Dus ik ga mijn best doen om jullie een uurtje te onderhouden vanuit mijn thuisbureau, zoals jullie op de achtergrond kunnen zien. Het zijn covid-tijden voor iedereen, dus thuiswerk is een beetje de nieuwe norm, zeker. Hè? Wat ik wil meegeven vooraf, als jullie vragen hebben of opmerkingen, gooi die gerust in de chat terwijl ik aan het vertellen ben. Dan kan ik proberen om die op te pikken onderweg. Ik heb begrepen dat men mij ook zal waarschuwen als er vragen zijn, zodat ik eventueel daarop kan antwoorden. Dat is veel leuker dan een uur naar mij moeten luisteren. Ik kan me inbeelden dat dat een beetje vermoeiend is. Dat is toch wat mijn vrouw soms zegt. Dus onderbreek mij op tijd, zodat ik kan proberen om het verhaal toe te spitsen op jullie werkelijkheid. Hè? We zijn vandaag op uitnodiging hier van die Online Nut Company. Wij zijn zelf niet die Online Nut Company, we zijn Sirius Legal. Een beetje intro, het is te zeggen, dit is altijd de meest vervelende slide in een presentatie, vind ik dat, maar goed. Om jullie te zeggen dat wij heel erg veel bezig zijn met alles wat databescherming is, omdat Sirius Legal een advocatenkantoor is dat de voorbije 10 jaar een praktijk uitgebouwd heeft die voor 90% draait rond digitalisering, de digitale economie, voor bedrijven die zelf digitaliseren, voor webbouwers, appbouwers, softwareontwikkelaars, maar ook voor klassieke bedrijven waar we heel vaak de marketingdepartementen bijvoorbeeld bijstaan, die met marketing automation bezig zijn, om maar iets te zeggen. Dus alles wat van ver of van dichtbij met internet, technologie en communicatie te maken heeft, is wat wij doen. We hebben er ook wat boekjes rond geschreven de voorbije jaren, we geven geregeld opleidingen daar rond. Dat is een beetje wie wij zijn en wat wij doen. We zijn gevraagd vandaag vanuit de Online Nut Company, omdat de insteek een beetje is, zij bouwen jullie website, voor een aantal onder de deelnemers toch. En
terecht hebben ze daarbij de bezorgdheid dat ze toch wel willen dat hun klanten correct omgaan met die website. Nu, het verhaal dat ik vandaag ga vertellen gaat niet tot jullie website beperkt zijn, want jullie website is cool en belangrijk en die moet er goed uitzien. En een aantal GDPR-vragen stellen zich ook in de context van jullie website. Maar als het gaat over veilig omgaan met data, veilig omgaan met persoonsgegevens, databeschermingswetgeving, GDPR is dat dan, dan is je website eigenlijk het puntje van de ijsberg. En 90% van een ijsberg zit onder water, dat weten jullie. Hè? Maar het is een beetje hetzelfde met GDPR-compliant werken in je bedrijf. Als je correct wil omgaan met klantengegevens, personeelsgegevens, gegevens van leveranciers, dan zit 90% van dat werk eigenlijk onder de radar, achter de schermen, onder water, zoals je op deze foto ziet. En ik ga proberen daar vandaag een beetje houvast mee te geven aan jullie over hoe je dan moet omgaan met data, wat je als bedrijf moet doen. En je zal zien dat een aantal slides daarvan ook gaan over je website en je relatie met je webbouwer of je webhoster. dat zit er ook in, maar dat is maar een klein stukje van het verhaal. Wat belangrijker is in het verhaal, of wat ik vandaag wil, ik zal zeggen, maar wat ik vandaag wil meegeven. Ik hoop dat jullie naar huis gaan en dat je na een uur van mijn verhaal toch wat basiskennis overgehouden hebt. Wat dingen die af en toe een lichtje doen branden. Hè. Alertheid en reflexen is dat. Dan denk je, oh, Bart heeft daarover gesproken, ik moet opletten. Of daar moeten we intern nog aan denken. Als het goed is, dan ga je ook een aantal praktische to-do's overhouden met wat ik verteld heb. Je gaat onderweg wat slides zien, je gaat wat voorbeelden zien ook, wat screenshots van dingen die wij zelf doen, bij onszelf intern bijvoorbeeld. Je gaat ook een linkje meekrijgen naar documenten dat je kan downloaden op een gegeven ogenblik. Dus ik hoop dat je er wat praktisch uithaalt. Het belangrijkste in heel mijn verhaal eigenlijk is, GDPR is wetgeving. GDPR is wetgeving die zegt hoe je mag omgaan met gegevens van je klanten, van je prospects, van je personeel, van je leveranciers. Heel veel cliënten waar wij mee spreken, voelen dat als beperkend. Zijn een beetje boos dat er opnieuw administratie is, dat er opnieuw wetgeving is, dat er dingen zijn die ze niet mogen, voelen dat voor alles aan rem, als iets vervelend. Maar onze ervaring, en dat is eigenlijk omdat we ook heel veel in de reclame- en de marketingwereld doen, waar omgaan met databases toch niet ongewoon is, hè, is dat je eigenlijk als bedrijf in veel gevallen correct omgaan met bijvoorbeeld klantengegevens. Hè? Dat je dat eigenlijk kan verpakken in een verhaal, dat je daar als bedrijf sterker van wordt, dat de uitstraling van je bedrijf, het imago van je bedrijf daar sterker van wordt, hè? Dat je dat kan inzetten als een marketingtool. Wij gaan correct om met onze klantengegevens. Wij verkopen die niet achter de rug van onze klanten, wij delen die niet met derden. Wij gaan geen profiel over u opbouwen als klant, zonder dat je daar zelf toestemming voor gegeven hebt. Wij hebben de nodige technische veiligheid ingebouwd. Bij ons ben je veilig. Dat verkoopt wel degelijk als je dat goed verpakt. Dat zien we in e-commerce, dat zien we in online marketing. Dus ik hoop dat je bijna aan het verhaal misschien hier en daar het gevoel hebt van daar kan ik iets mee. Ja, als ik dat goed voorstel, dan kunnen we daar wel iets mee. Dus dat zal op het einde van de rit hopelijk een beetje moeten blijven hangen zijn. En ik ga met één oogje naar de chat kijken intussen, mochten er vragen zijn, dat ik die zie binnenkomen. Hè. Nu, de eerste vaststelling is, dames en heren, de GDPR-wetgeving, die gaat niet weg. Hè. Die is er sinds 2018, eigenlijk sinds 2016. Je had dan tot 2018 de tijd om te zorgen dat je in orde was. Sinds 2018 moet je eigenlijk in orde zijn. Nu, wat je heel lang gezien hebt, is dat er heel weinig boetes en controles en zo geweest zijn. En heel veel bedrijven hebben heel lang tegen mij gezegd, maar Bart, waarom moet ik daarmee aan de slag gaan? Want eigenlijk, heel eerlijk gezegd, ik zie nergens boetes, ik zie nergens controles. Hoe groot is de kans dat ik hiermee in de problemen kom? Maar wat we het laatste anderhalf jaar zien, is dat er wel degelijk boetes en controles zijn. Veel zelfs. Hè. Het gaat over veel geld, het gaat over veel controles. Ik heb bijna wekelijks op een of andere manier contact met de gegevensbeschermingsautoriteit in verschillende contexten en verschillende aspecten. Wij zien die controles en die boetes in de praktijk. Hè. En je moet dus wel degelijk voorzichtig zijn. En wat belangrijk is, ik weet niet goed wat de achtergrond is van de deelnemers vandaag, maar het zijn niet alleen Facebook en Google en LinkedIn en Twitter die boetes opgelegd krijgen.
Er was vanochtend nog een monsterboete, weliswaar in de Verenigde Staten, dus buiten GDPR. GDPR is Europese wetgeving, hè. Een monsterboete voor Facebook, honderden miljoenen dollars. Dat springt altijd in het oog, maar de werkelijkheid is dat wij heel veel scholen, non-profit organisaties, ziekenhuizen, kleine bedrijfjes, kleine zelfstandigen zien, die boetes oplopen. Hè. Soms 1000, soms 2000, soms 5000, soms 50.000 euro. Maar een paar duizend euro is, voor mij is een paar duizend euro veel in elk geval. Ik veronderstel dat dat voor jullie ook zo is. En als je kan zorgen dat je een boete van 10.000 of 15.000 euro niet oploopt, dan is dat toch mooi uitgespaard. Om jullie twee voorbeelden te geven. Hè. Jullie zien daar de derde in het lijstje, ID-card, 10.000 euro. Dat is weliswaar een boete die achteraf in beroep hervormd is. Maar goed, die hervorming is er gekomen omdat er procedurefouten gemaakt zijn. Inhoudelijk was dat vonnis volkomen logisch en er gaan opnieuw mensen eenzelfde boete oplopen. Hè. Dat gaat domweg om een winkelketen die op een gegeven ogenblik om haar klanten ter wille te zijn en om service te verlenen, zegt, weet je wat, als mensen een klantenkaart aanmaken, dan gaan we ze niet meer vragen om een formuliertje in te vullen. Dan gaan we ze gewoon vragen om hun identiteitskaart even in een EID-kaart hier te steken. Dan kunnen we hun gegevens uitlezen. Veel sneller en veel vlotter. Wel, dat is heel mooi vanuit klantenoogpunt gezien, maar GDPR-gewijs is dat een probleem. Om een aantal redenen die we dadelijk gaan zien. En dat bedrijf krijgt een boete van 10.000 euro, omdat je met die EID-card reader veel meer gegevens verzamelt dan dat je eigenlijk nodig hebt, om maar iets te zeggen. Hè. Er is een boete geweest van 50.000 euro, maar liefst. Daar staat MGM. MGM staat voor Member Get Member. Dat is het soort van e-mailacties waar wij... Ja, ik zie ze minstens één keer per maand voorbij komen van bij onze cliënten. Komen ze vragen, mag dat? En elke keer moet ik zeggen, wees daar toch in godsnaam heel voorzichtig mee. Dat is het verhaal waarbij je zegt aan je bestaande klanten, breng ons je vrienden aan. En als je je vrienden aanbrengt, dan krijg je een korting. Hè? Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een korting. Dat noemt dan member get member acties. Het probleem is, als ik aan jullie de e-mailadressen van mijn vrienden doorgeef, mijn vrienden hebben daar geen toestemming voor gegeven, jullie kunnen niet bewijzen dat je daar toestemming voor hebt, dus dan zijn jullie gegevens aan het verwerken zonder voorafgaande toestemming. En dat leidt dus tot boetes, in dit geval 50.000 euro. Dus we zien dat wel degelijk gebeuren. Hè. Ik zie een eerste vraag van Marijke komen. Mag ik kopies van ID-kaarten doorsturen naar hoofdaannemers in verband met check-in at work? Ze vragen er soms naar. Hou die vraag even in het achterhoofd. Ik ga een aantal basisprincipes meegeven, want heel veel vragen onder GDPR, en ik vrees een beetje dat dat mijn verhaal van vandaag gaat zijn, heel veel vragen kan je niet met ja of nee beantwoorden. De vraag is altijd, eigenlijk moet je jezelf een denkpatroon aanleren. Op basis van een aantal basisprincipes waar ik dadelijk bij kom. Maar je moet een beetje de context zoeken, het waarom zoeken, de noodzakelijkheid zoeken. En als het noodzakelijk is en mensen zijn correct geïnformeerd, en er is een goede reden en je zorgt dat het zo weinig mogelijk gegevens zijn, dan mogen een aantal dingen meestal wel. Maar die vraag, we gaan die vraag even parkeren. Ik ga even vooruitlopen met een aantal basisbeginselen en misschien komt het antwoord dan vanzelf boven. Als dat nog niet zo is, stel ze mij straks nog eens opnieuw en dan gaan we straks even kijken. Wat ik ga proberen mee te geven vandaag is een soort van GDPR 101, hè, starten met. In die zin dat ik wat reflexen en basisideeën ga meegeven waar je in je bedrijf mee aan de slag kan gaan. Een van de eerste dingen die je eigenlijk moet doen, als je veilig met persoonsgegevens wil omgaan, is een soort van veilige cirkel creëren, hè, waarbinnen gegevens verwerkt worden. En die veilige cirkel creëren, circle of trust heb ik dat hier genoemd, eigenlijk is dat een beetje een soort van sluitend ecosysteem. Dan moet je in de eerste plaats gaan denken aan met wie werk ik samen? Heb ik veilige partners? Is de webbouwer die mijn website gebouwd heeft en beheert en die toegang heeft tot de backend, werken die veilig? Kan ik die vertrouwen? Heb ik daarmee overeenkomsten waarin ze garanties geven naar dataveiligheid? Ben ik zeker dat de software waarmee ik werk, de tools die ik gebruik, de online accounts die ik heb, de Dropbox die wij gebruiken, de Google Drive die wij gebruiken, Gmail, Mailchimp om het uitsturen van onze e-mailmarketing te garanderen, ben ik zeker dat die allemaal GDPR-compliant en veilig zijn? Heb ik voldoende vat op mijn netwerk intern? Hè? Network security. Hebben wij alles in de cloud staan en hebben we daar genoeg garanties? Of hebben wij een eigen server in het bedrijf en hebben we een IT-dienst die daar kan zorgen voor voldoende veiligheid? Cybersecurity is dat dan weer een groot deel. Dat is een eerste. Dat gaat over technische veiligheid bij jezelf en bij partners. Tweede vraag waar we straks naar gaan kijken is, je moet correct omgaan met gegevens van mensen.
correct omgaan betekent transparantie. Mensen moeten weten wie je bent en wat je doet. Mensen hebben recht op informatie. Mensen hebben recht om gegevens in te kijken, om de verbetering daarvan te vragen. Ik heb zelf een verhaal, ik werd gecontacteerd en ik heb er vanochtend nog heen en weer gediscussieerd met die mensen door een bedrijf in Engeland dat mij een mailtje stuurt. Jij bent aanbevolen, Bart, als specialist in gegevensbescherming in België en we willen je een unieke positie op onze website aanbieden als Belgische specialist in gegevensbescherming op basis van jouw... En ik krijg hier de melding dat mijn internetverbinding weg is. Ik hoop dat dat niet echt het geval is, dat jullie mij wel nog horen. Ik heb die mensen geantwoord, waar komen mijn gegevens vandaan? Ik heb het recht om dat te weten. Jullie beweren dat je een profiel over mij opgebouwd hebt. Op basis waarvan bouwen jullie dat profiel op? Geef mij een kopie van die informatie die je van mij hebt. Dat zijn rechten die ik als betrokkenen, als persoon wiens gegevens verwerkt worden, heb. Het bedrijf kan daar niet op antwoorden. Ik heb al verschillende vragen gesteld nu. Geef mij een kopie, geef mij inzage. De wet zegt dat je dat binnen 30 dagen moet kunnen doen. Heel vaak loopt dat fout. We komen daar straks even op terug. Het is een beetje ter inleiding dat ik het nu meegeef. Basisprincipes, daar gaan we dadelijk naar kijken. Maar eigenlijk zijn er een zestal basisprincipes in die verordening die als controlemiddel, als toetssteen moet gebruiken om te bekijken, mag ik dit of mag ik dat? Dat is het eerste waar we dadelijk naar gaan kijken. Veilige organisatie. Ik heb het daarnet gehad over veilige partners, veilige apps en tools. Een tweede belangrijke, en dat is echt de hoeksteen van GDPR, is je moet zorgen dat je je bedrijf correct en veilig georganiseerd hebt. Dat komt neer op wie heeft toegang tot bepaalde documenten. Wat gaan we afprinten, wat gaan we niet afprinten? Houden we een papieren dossier over mensen bij? En als we dat doen, kunnen we zorgen dat dat in afgesloten kasten zitten. Als er bezoekers in het bedrijf komen, zijn we zeker dat die niet aan vertrouwelijke gegevens kunnen. Dat die ergens ontvangen worden waar geen vertrouwelijke gegevens zich bevinden. Als wij camera's gebruiken, in het bedrijf zijn we zeker dat de beelden die met die camera's gemaakt worden, correct en vertrouwelijk behandeld worden. Dat gaat dus over organisatorische veiligheid of organisatorische maatregelen die moeten zorgen voor correct omgaan, respectvol omgaan met persoonsgegevens. Dat is eigenlijk stapje 4. En dan stapje 5, je moet je weten dat de basis van heel die verordening eigenlijk is verantwoordingsplicht en documentatie. Het is te zeggen, eigenlijk moet je bij alles wat je doet rond het gebruik van persoonsgegevens van klanten, van personeel, van prospecten, van leveranciers ook, moet je al die voorgaande elementen in acht nemen. Technisch veilig, organisatorisch veilig, transparant. En basisprincipes, daar kom ik dadelijk even op. Het probleem is dat die verordening niet zegt wat je mag en wat je niet mag. Die zegt niet wat veilig is. Die zegt niet wat een correcte organisatie van je kantoor is. Die zegt niet wat veilige software en veilige apps zijn. De verordening zegt, je moet dat voor jezelf uitmaken. Jij beslist hoe je werkt, jij beslist of je bepaalde dingen doet of niet, maar als er achteraf klachten zijn, of als er achteraf gegevens verloren gaan, als er een hacking is, of een cryptolockervirus, of als mensen klagen over, ik heb niet gevraagd om gecontacteerd te worden, dan post factum moet je kunnen uitleggen, bewijzen en verantwoorden dat je vandaag goed nagedacht hebt over hoe je ging werken en dat je vandaag alle redelijke maatregelen genomen hebt die ervoor zorgen dat je correct omgaat met persoonsgegevens. Er is dus altijd een soort van post factum controle en je moet achteraf kunnen bewijzen dat je vandaag voorzichtig geweest bent. Dat zorgt ervoor dat je een aantal dingen echt moet documenteren intern. En daar kom ik dadelijk op terug. Ik ga je laten zien hoe je dat eigenlijk moet doen. Of ik ga proberen om je kort te laten zien hoe je dat eigenlijk moet doen. Ik kan niet helemaal in detail duiken, maar goed. Goed, dat zijn een beetje de basisstappen waar we het vandaag over gaan hebben. Eerst wil ik jullie de basisprincipes even bijbrengen, basisbegrippen waarom die verordening gebouwd is. Het gaat over verwerking van persoonsgegevens in die verordening. Alles wat persoonsgegevens zijn, wordt beschermd door GDPR. Wat zijn persoonsgegevens? Dat is meer dan dat je zou denken. Namen, adressen, telefoonnummers, e-mails, dat zijn persoonsgegevens. Maar eigenlijk is een persoonsgegeven elk stukje informatie in je bedrijf dat op een of andere manier iets zou kunnen zeggen over een fysieke persoon, over een mens. Dus niet over een bedrijf, maar over een mens. Maar bijvoorbeeld, de functie die iemand uitoefent in een bedrijf zegt ook iets over die persoon. Het e-mailadres van een persoon bij zijn bedrijf of bij haar bedrijf, een rechtstreeks telefoonnummer naar de marketingverantwoordelijke bij een bedrijf, zegt ook iets over die persoon. Aankoopgedrag, profielinformatie, voorkeuren, het IP-adres van de computer waarop iemand zich op internet begeeft, al dat soort dingen
zeggen eigenlijk iets over die persoon, helpen ons om die persoon een profiel te geven, een beeld daarvan te vormen. Dus dat zijn allemaal persoonsgegevens. Dat zorgt ervoor dat iedereen per definitie in elk bedrijf persoonsgegevens verwerkt. Als je al bij een bouwbedrijf en de planning van de ploegen en wie wanneer met verlof is, verwerking van persoonsgegevens. De maat van de veiligheidsschoenen van iedereen, verwerking van persoonsgegevens. De ziektebriefjes die mensen binnenbrengen als ze ziek zijn, verwerking van persoonsgegevens. Dus die verordening gaat eigenlijk veel verder, zoals ik in het begin al zei, dan uw website. Uw website en de bezoekers daarop, dat is één elementje. En dat is een beetje de insteek over het waarom ik hier vandaag gevraagd ben om hierover te komen praten. Maar het is veel meer dan dat. Het zit overal in uw bedrijf. Het bezoekersregister. Iemand die zich moet inschrijven om hoe laat kom ik toe, om hoe laat ga ik weg. En met wie heb ik een afspraak? Verwerking van persoonsgegevens. Verwerking. Wat is dan een verwerking? Wel, alles wat je doet met gegevens. Verzamelen, bijhouden, ordenen, neerschrijven, doorgeven aan iemand anders. Zelfs wissen wordt als een verwerking gezien. Wat je ook doet met gegevens, het is een verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dus dat je bijna alle data en alles wat je ermee doet, valt onder die verordening. En dan zijn er een aantal hoedanigheden die je kan hebben. En dat is een beetje interessant en moeilijk om af te leiden ook. Daar zou ik een uur over kunnen stilstaan, over dat verhaal alleen. Dat ga ik voorlopig niet doen. Maar de meeste verplichtingen die je hebt, als, ten aanzien van persoonsgegevens, de meeste van die verplichtingen bestaan in hoofden van wat die verordening noemt de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. En de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, dat is diegene die bepaalt waarom we gegevens verzamelen, verwerken en hoe we dat doen. Dat betekent dat de verantwoordelijke in de meeste gevallen, als het gaat over de relatie met een webbouwer bijvoorbeeld, tussen de klanten van de online net company en de online net company, het zijn de klanten die beslissen dat ze een website willen, het zijn de klanten die beslissen dat daarop in een formulier staat om mensen in contact te laten komen, het zijn de klanten die beslissen wat er met die gegevens zal gebeuren eens ze binnenkomen. De klant is dan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De webbouwer, de webhoster die website verzorgt, dat is wat men noemt een verwerker. En een verwerker is een aannemer. Alles wat boetes, aansprakelijkheid, informatieverplichting, meldplichten bij datalekken, veilig omgaan met gegevens betreft, is in eerste instantie het probleem van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerker eigenlijk moet twee dingen doen, drie dingen doen. Die moet zorgen dat er een contract is, een verwerkersovereenkomst, daar komen we straks op. En in die verwerkersovereenkomst moet die verwerker beloven dat hij niks anders doet dan wat hem gevraagd is. Ik blijf binnen mijn opdracht en ik zorg voor de veiligheid van uw gegevens conform wat je redelijkerwijze mocht verwachten van een professional in mijn sector. Dus, als webhoster, ik zal uw website hosten, ik zal de gegevens van uw klanten voor niks anders gebruiken dan voor het beheer van die formulieren op die website, of voor Google Analytics bijvoorbeeld. En ik zorg dat dat veilig gebeurt. Al de rest van wat GDPR met zich meebrengt rond uw website is uw eigen verantwoordelijkheid als bedrijf, is uw eigen aansprakelijkheid als bedrijf. Dat is een belangrijke, want ik ga het straks over cookies hebben kort. We gaan zien dat cookies een probleem zijn, juridisch gezien, voor de meeste websites, voor 90% van de websites op de markt. Je kunt je niet verstoppen achter je webbouwer als je via je website cookies gebruikt die niet GDPR-compliant zijn. Dus cookies zijn kleine tekstbestandjes op een computer die gaan onthouden wie je bent, die je taalvoorkeur gaan onthouden, die bijvoorbeeld ook Google Analytics, dan analytische cijfers van het aantal bezoekers gaan verzamelen, die je locatie gaan bijhouden, zodat ze volgende keer weten waar je in eerste instantie... Veronique vraagt of we de slides krijgen op het einde van de sessie. Met veel plezier, Veronique. En ik denk dat er ook een opname loopt, dus jullie krijgen achteraf normaal ook de opname dus om ons opnieuw te bekijken. Maar de slides zeker ook. En ik ga nu al meegeven dat als er nog mensen zijn die over de een of andere slide nog willen nadiscussiëren of nog een vraag hebben na afloop, mijn e-mailadres gaat ook op de laatste slide nog staan, mail mij gerust. Ik antwoord nog graag op verdere vragen, ook achteraf. Rechtsgronden is een volgende begrip dat belangrijk is. Eigenlijk mag je geen gegevens verwerken tenzij je daarvoor een gepaste rechtsgrond hebt. Er zijn er maar 6. Als je niet aan een van die 6 voorwaarden voldoet, mag je eigenlijk persoonsgegevens niet hebben. Punt. De eerste is de meest voor de hand liggende. Als je mensen toestemming vraagt en ze geven die toestemming, dan mag je hun gegevens verwerken. Soms heb je geen toestemming nodig. Dus het is voor de uitvoering van een contract.
als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat je iemand zijn gegevens verwerkt, dan heb je geen toestemming nodig, want dan is dat noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Alleen wat noodzakelijk is. Hè. Als ik een paar schoenen online bestel, dan moeten ze mijn adres hebben om die schoenen te leveren, anders kan ik die schoenen niet thuis krijgen. Dat is noodzakelijk. Maar mijn schoenmaat achteraf bijhouden, omdat het gemakkelijk is volgende keer om opnieuw te bestellen, dat is niet noodzakelijk. Hè. Soms verplicht de wet u om gegevens bij te houden. De boekhoudwetgeving zegt dat je facturen 7 jaar moet bijhouden. Of ik dat nu leuk vind of niet, je mag, enfin, je moet dat omdat de wet het zegt. Dat is een derde rechtsgrond. Soms heb je een gerechtvaardigd belang. Het is te zeggen, ik heb geen toestemming, ik heb geen contract en de wet zegt me niet dat ik gegevens moet verwerken. Maar ik denk dat als ik een afweging maak tussen mijn belangen en de belangen van de betrokkenen, wiens gegevens ik ga verwerken, dat daar een evenwicht is en dat het gerechtvaardigd is. Dat is iets waar je zeer voorzichtig mee moet zijn. Heel veel boetes die we vandaag zien, volgen uit het feit dat bedrijven veel te gemakkelijk denken dat ze een gerechtvaardigd belang hebben om zonder toestemming gegevens te verwerken. Dat is eigenlijk iets wat je bijna niet kan doen. De tweede die ik genoemd heb, Tine, de tweede rechtsgrond was de uitvoering van een overeenkomst, dacht ik. De uitvoering van een overeenkomst. Als je een arbeidsovereenkomst hebt met een personeelslid, dan moet je op het einde van de maand het loon betalen. Dus je moet het bankrekeningnummer van dat personeelslid verwerken, anders kan je het loon niet betalen. Dat is noodzakelijk om dat contract te kunnen uitvoeren. Dan heb je geen toestemming nodig. Dan moet je ook geen toestemming vragen. Dan mag je eigenlijk zelfs geen toestemming vragen. We gaan straks zien dat je die rechtsgronden, dat je die moet documenteren ergens. Je moet die goed bijhouden, je moet kunnen aantonen voor elk stuk informatie dat je verwerkt, het rekeningnummer van mijn personeel, er moet ergens gedocumenteerd zijn welke die rechtsgrond is. Dat is in een dataregister, we komen daar dadelijk bij. Voor degenen die nog geen dataregister hebben op dit ogenblik. En dan moet je weten, dat is een vijfde basisbegrip eigenlijk in die verordening. Ja, er zijn trouwens nog twee andere rechtsgronden, maar die zijn minder relevant. Dat is vooral voor de overheid en voor artsen en zo. Hè. Vitaal belang, levensbelang. Ik ga overlijden als je mijn gegevens nu niet verwerkt. Of kom op spoed binnen en je moet weten wie ik ben. Maar dat zijn er twee uitzonderingen, die mag je een beetje vergeten. Rechten van de betrokkenen. Mensen hebben een hele reeks rechten. Je moet mensen ook informeren over het feit dat ze die rechten hebben. We gaan straks even hebben over een privacy policy, waarin je mensen uitlegt wie je bent en wat je doet. Daar moet je mensen ook expliciet erop wijzen dat ze een aantal rechten hebben. Het eerste en het belangrijkste is informatie. Informatie vooraf, die je spontaan moet geven, maar ook als mensen vragen, welke gegevens heb jij over mij? Wat weet jij over mij? Dan moet je binnen 30 dagen kunnen antwoorden aan mensen. Ah, ik heb uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mail. Ik heb 20 mails waar uw naam in voorkomt. Ik heb een profiel op basis van uw vorige aankopen. En ik weet dat je getrouwd bent en dat je 2 kinderen hebt. Dat moet je binnen 30 dagen kunnen zeggen aan iemand. Dat betekent ook dat je intern zo georganiseerd moet zijn dat die informatie weet zitten en dat je weet hoe je daarop kan antwoorden. Hè. Mensen mogen een kopie vragen. Mensen mogen verbetering vragen als er fouten in staan. Mensen mogen zich verzetten tegen het verder gebruik van die gegevens. In een aantal gevallen, ik kan nu niet op de details ingaan, maar in een aantal gevallen kunnen ze zeggen, ik wil dat niet. Als het over marketingcontext gaat, zelfs zonder uitleg of zonder reden, dan zeg ik, ik wil niet dat je mijn gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, dan moet je die wissen, dan moet je die verwijderen, punt. Mensen hebben ook het recht om vergeten te worden in een aantal gevallen. The right to be forgotten, dan moet je echt hun gegevens helemaal verwijderen. Dus mensen hebben een aantal basisrechten die in een privacy policy standaard moeten vermeld worden aan mensen. Dan een beetje basisbegrippen, dan zijn er een aantal basisbeginselen. En als je die hebt, als je dit hebt, deze slide onthoudt en deze, dan ben je eigenlijk een eind op weg. Minimalisatie, een van de uitgangspunten van de verordening. Eigenlijk mag je alleen als bedrijf gegevens verwerken als je kan aantonen dat dat noodzakelijk is. Je moet dus overal kunnen uitleggen waarom. Als er geen duidelijke waarom is, geen rechtvaardigbare waarom, dan mag je gegevens niet verwerken. Zelfs niet als mensen bereid zijn om ja te zeggen om dat te doen. Dus mag je kopies van die identiteitskaarten doorsturen naar hoofdaannemers in verband met checking at work, zoals Marijke daar straks vroeg. Misschien wel, als we kunnen aantonen dat het noodzakelijk is, dat we die gegevens hebben en dat we ze doorsturen. De vraag is dus, waarom doen we dit en is het verantwoord? Minimalisatie, hoe minder gegevens eigenlijk, en hoe minder verwerking, hoe beter. Dat is al een beetje een moeilijke voor veel bedrijven, want dat betekent dat je een aantal dingen die je graag zou willen doen, misschien eigenlijk niet mag doen. Opnieuw, documentatieverplichting vraagt dat je vooraf nadenkt hierover en dat je vooraf neergeschreven hebt hoe je omgaat met persoonsgegevens. Hè?
Beperkte bewaartermijnen. Je mag gegevens niet langer bijhouden dan dat je kan verantwoorden dat ze nodig zijn. Als vandaag iemand klant wordt en een aankoop doet, dan mag je daarna die zijn of haar gegevens bijhouden gedurende x aantal tijd. Maar na verloop van tijd is iemand geen klant meer, is het ook duidelijk dat dat geen nieuwe klant meer gaat worden en dan moeten gegevens eigenlijk verwijderd worden. De grote moeilijkheid daar is dat de verordening niet zegt hoe lang die bewaartermijn dan mag zijn. Je moet dat voor jezelf uitzoeken. Voor alles binnen je bedrijf. Hè. Een personeelslid dat weggaat, hoe lang mag ik dat personeelsdossier nog bijhouden? Een klant die geen nieuwe aankopen meer doet, hoe lang mag ik die zijn klantendossier nog bijhouden? Een prospect die nog altijd niet ingetekend heeft op onze producten of diensten, hoe lang mag ik die als een prospect beschouwen en zijn of haar gegevens bijhouden? Ik kan u vandaag niet zeggen, dat is zo lang. Dat is 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Dat hangt echt af van uw individuele situatie. Je moet zelf op zoek gaan naar het waarom. Als je gsm's verkoopt, bijvoorbeeld smartphones, en je weet dat om het jaar of om de 2 jaar mensen een nieuwe kopen, als ik vandaag bij jullie een smartphone koop, dan kun je mij na een jaar nog altijd als een bestaande klant beschouwen. Na 2 jaar al moeilijk, na 3 jaar, als ik na 3 jaar nog niet teruggekomen ben, en je weet dat ik al 2 keer een nieuwe had moeten kopen intussen, dan ben ik geen klant niet meer. Als ik auto's verkoop, en je weet dat de vervangtermijn van auto's 4 à 8 jaar is, ja, dan kun je mij na 8 jaar of na 12 jaar zelfs nog altijd als een klant beschouwen, want dan is de kans groot dat ik toch nog terugkom. Dus alles hangt ervan af wat jullie context is, hè, om te bepalen hoe lang je gegevens kan bijhouden. Maar als er achteraf discussie is over hoe komt het dat ik nog altijd in uw database zit, hoe komt het dat ik plotseling na al die jaren reclame krijg, jullie verplichting is om te kunnen uitleggen waarom. Dus jullie moeten ergens gedocumenteerd hebben. Opnieuw, dat is in een dataregister, we komen daar dadelijk bij. Doelgebondenheid. Als je mijn gegevens hebt, mag je die alleen gebruiken voor het doel waarvoor ik je die gegeven heb. Als ik je mijn e-mailadres geef om een offerte te krijgen, dan mag je mijn e-mailadres in principe alleen gebruiken om mij een offerte te sturen. Dat is het doel waarvoor ik het gegeven heb. Als je die wil gebruiken voor een ander doel, ja, dan moet je opnieuw toestemming vragen of opnieuw een andere rechtsgrond. Meestal zal dat toestemming zijn. Dan moet je mij zeggen, kijk, wij zouden u ook graag op de hoogte houden van toekomstige aanbiedingen en wij zouden u graag opnemen in onze newsletter. Mag dat? En als ik ja zeg, dan heb je een ander doel waarvoor je mijn gegevens ook kan gebruiken. Maar dat mag je dus niet spontaan. Spontaan was het eerste doel waarom ik mijn e-mailadres gegeven heb, een offerte krijgen. Punt. Transparantie. Mensen moeten weten wie jij bent, waar je hun gegevens vandaan hebt, hoe lang je die bijhoudt, wat de rechtsgrond is op basis waarvan je denkt dat je die mag verwerken, hoe lang je die gegevens bijhoudt, waar die bewaard worden, met wie je die deelt en al hun rechten, die ik daar straks zei, de rechten van de betrokkenen, inzagen en verbeteringen en zo. Dat moet in een privacy policy staan. Die privacy policy, als je die vandaag de dag goed en correct en in overeenstemming met de wet opstelt, dan is het een document van 6, 7, 8, 9 pagina's heel vaak. Als je een privacy policy vandaag op je website staan hebt, of in je algemene voorwaarden staan hebt, en dat is maar 1 pagina, wij verwerken uw gegevens, als je klachten hebt, hier kunt u ons contacteren, dan kan ik u nu zeggen dat dat per definitie onvoldoende is, en dat het niet naleven van transparantieverplichting, informatieverplichting, een belangrijke reden is om boetes op te lopen van een paar duizend euro. Dus dan moet je daar dringend mee aan de slag gaan. Dataveiligheid, dat lijkt me een evidente. Dat is om het lijstje af te sluiten. Een gepast niveau van veiligheid door gepaste maatregelen te nemen, zegt de verordening. Het vervelende is dat niemand u zegt wat gepast is. Moet ik mijn gegevens versleutelen? Moet ik een paswoordbeleid implementeren? Mag ik al dan niet een cloud service gebruiken, zoals Dropbox of Google Drive, om gegevens op te slaan? Mag ik dingen afprinten of niet? Dat staat niet in de verordening. De verordening zegt alleen, je moet gepaste maatregelen nemen. Rekening houden met uw context en met de risico's verbonden aan uw activiteiten. Het belangrijkste is dat jij kan aantonen achteraf dat je gedocumenteerd hebt dat wat jij gedaan hebt in jouw context gepast is. Dat betekent een documentatieoefening. Hè? En de grote uitdagingen in heel dat verhaal van die basisrechten zitten eigenlijk meestal op 2 vlakken. Uw personeel enerzijds, en dat wordt heel vaak onderschat, en uw klanten anderzijds, communicatie met klanten. Heel veel klachten komen van ontevreden klanten. Maar heel veel boetes zijn gerelateerd aan omgaan met je personeel. Er zijn bijvoorbeeld heel wat bedrijven die boetes gekregen hebben omdat ze hun personeel verplichten om een vingerafdruk te geven voor de toegangsbeveiliging. Terwijl de verordening zegt, je mag mensen niet verplichten. Hè. Als mensen hun toestemming geven, moeten ze vrij ja of nee kunnen zeggen.
Daar zit bij personeelsbeleid vaak een haar in de boter. Transparantie, dat is wat ik net zei. Dat is gewoon een screenshot van een stukje van onze privacy policy, zoals die in onze offertes en bij onze facturen bijgevoegd wordt. Bij ons is 2 jaar geleden, om het goede voorbeeld te geven, echt een onboarding flow uitgetekend. Nieuwe klanten volgen een vaste procedure, altijd opnieuw. En een van de stappen van die procedure is de communicatie van onze privacy policy voor wij voor die mensen aan de slag gaan. En het vragen van toestemming waar nodig voor de verwerking van hun persoonsgegevens, voor wij voor die mensen aan de slag gaan. Om te zorgen dat er geen fouten kunnen gemaakt worden, is dat een vaste procedure, een vast proces dat altijd opnieuw doorlopen wordt. En een vaste privacy policy, die in ons geval ook een paar pagina's lang is, omdat we proberen zo volledig en zo correct mogelijk te zijn in het geven van informatie. Dus gewoon even een screenshot om te laten zien. Hè. Waar het fout gaat met klanten, hè, dat is dit soort verhalen. Dus ik ben een paar jaar geleden een keer in... een belangrijke vraag van Koen, denk ik wel. Ik heb het inderdaad over klanten en aankoopgedrag. En de vraag van Koen is of dat ook geldt in een B2B-context. Ja, in die zin dat in een B2B-context heb je ook persoonsgegevens van je contact in een bedrijf. Hè. Ik ben Bart van den Branden, dat is mijn privéinformatie. Ik ben Bart bij Serious Legal. Als je mijn e-mailadres bart@seriouslegal.be hebt, dan is dat in een B2B-context. Hè. Maar dat blijft een persoonsgegeven. Mijn naam, mijn beeldenis vandaag als ik die presentatie geef, mijn e-mailadres, blijven persoonsgegevens die beschermd zijn onder GDPR. En die dus inderdaad conform de principes die ik daarnet gezegd heb, moet verwerken. Hè. Dus of het nu B2B of B2C is, maakt niet uit. Het enige wat je hebt in een B2B-context is dat je meestal veel minder persoonsgegevens hebt van mensen dan in een B2C, in een consumentgerichte context. Het voorbeeld dat ik hier had, dat is een B2C-context. Ik was een paar jaar geleden op vakantie in dit hotel in Zoutelanden, toen Zoutelanden nog geen hit was. Hè. Koen, ja, ter toevoeging, het gaat alleen over persoonsgegevens, niet over commerciële info. Dus de historiek, aankoopgeschiedenis, profiling van het bedrijf als potentiële prospect. Bedrijfsgegevens waar geen persoonsgegevens in zitten, vallen buiten GDPR. Hè. Maar van zodra je gegevens van mensen op een of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks verwerkt, dan valt dat wel onder GDPR. Let op, want BVBA Slagerij Peters, dat is een vennootschapsnaam, maar de persoon daarachter is 9 kansen op 10, meneer of mevrouw Peters. Dus dan kan soms zelfs de naam van het bedrijf een persoonsgegeven zijn, omdat het iets zegt over de persoon achter die BVBA zegt, dat bestaat niet meer in een BV. Eenmanszaken zijn ook B2B-gegevens, maar ook daar zit de handelaar in eigen naam, dat is verwerking van persoonsgegevens natuurlijk. Hè. Nu, wat er hier gebeurt, ik ben daar een aantal jaren geleden op vakantie geweest, ik heb jarenlang niks daarvan gehoord, 4, 5 jaar. Plotseling krijg ik bij het begin van de coronacrisis deze mail, die heel raar is, want ze zeggen, het hotel gaat opnieuw open, u bent weer van harte welkom. En tegelijkertijd hebben ze dan een review van iemand die daar tijdens de corona geweest is en die zei dat de coronacrisis perfect opgevangen is. Dat is heel raar als uw hotel gesloten geweest is, dat is een valse review. Dat is één probleem, dat staat buiten het verhaal van vandaag. Maar twee is, ik ben al 4, 5 jaar niet meer in dat hotel geweest. Beperkte bewaartermijn. Men moet zich dan de vraag stellen, is het normaal dat dat hotel nog altijd mijn gegevens heeft na 4 of 5 jaar? Nee, dat is absoluut niet normaal. Ergens onderweg hadden ze moeten beslissen, Bart is al 4 of 5 jaar niet terug geweest, we moeten zijn gegevens verwijderen. Dus daar is iets fout gelopen, GDPR-gewijs. Luc Kullemans, Luc, jij vraagt, ik verkoop kunst, een klant koopt online vandaag, je hebt zijn gegevens om de factuur te kunnen opmaken en hem te mailen, mag ik hem binnen 2 maanden uitnodigen voor een expositie of mag ik hem nieuwsbrieven sturen? Wel, ja, in die context wel, dat is een zeer specifieke context. In principe heb je toestemming nodig om mensen reclame te mogen sturen, doelgebondenheid, hè. Mensen hebben niet hun gegevens gegeven om reclame te krijgen. Alleen is er naast GDPR een tweede wetgeving, e-privacy, die zegt dat je bestaande klanten, of mensen die expliciet toestemming gegeven hebben, maar ook bestaande klanten die zelfs daar geen expliciete toestemming voor gegeven hebben, wel mag contacteren met reclame voor je bedrijf, voor zover het gaat over gelijkaardige goederen of diensten. Dus als je vandaag kunst verkoopt, wordt iemand een bestaande klant, en dan mag je die daarna je newsletter sturen over
kunstwerken die te koop staan of over exposities die je organiseert. Het enige waar je op moet letten is, GDPR-gewijs, ik zeg beperkte bewaartermijn, je mag die mensen hun gegevens maar bijhouden en verwerken zolang je kan argumenteren dat dat een bestaande klant is. Als iemand vandaag een kunstwerk koopt, 10 jaar later is dat geen bestaande klant niet meer. Marijke Keersenbeek, geldt dit ook voor museumbezoekers? Ja, op dezelfde manier. Als ik vandaag uw museum bezoek, ofwel vraag je mij toestemming om op de hoogte te blijven, en dan mag je mij op de hoogte houden tot het einde der tijden, of zolang die toestemming geldig is, ofwel beschouw je mij als een bestaande klant, iemand die bij je museum op bezoek geweest is, en dan heb je het recht om mij op de hoogte te houden, maar dan moet je je GDPR-gewijs de vraag stellen, hoe lang kan ik Bart beschouwen als een bestaande klant, bezoeker van ons museum? Op een gegeven ogenblik stopt dat dan. Waar ligt die grens? God ja, dat is moeilijk in te schatten. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, dat hangt misschien af van het soort museum dat je bent ook. Een termijn kunnen zijn bij sieraden, dat is moeilijk op die manier in te schatten, Tine. Dat hangt ook een beetje af van de context, denk ik. Ik ga ervan uit dat sieraden, juwelen, iets is wat je niet elke week koopt. Dus ik denk dat je dan 2, 3 jaar... Als iemand om de 3 jaar een keer een nieuwe ring of nieuwe oorbellen koopt, zeker als het waardevolle producten zijn, het hangt een beetje af van de prijskategorie ook, dan lijkt dat mij een beetje realistisch. Voor een bouwbedrijf, vraagt Aniek, 10 jaar garantie op onze werken, dan mag je inderdaad gegevens 10 jaar bewaren. Maar 10 jaar in het kader van die garantie. Dat wil niet zeggen dat je mensen ook 10 jaar per definitie reclame mag sturen. Dat is een andere activiteit, een andere verwerking, waarvoor je afzonderlijk moet nadenken, hoe lang mag ik daar gegevens bewaren? Al die bewaartermijnen, al die basisprincipes moet je bekijken per activiteit in je bedrijf. Ik heb een garantieverplichting, ik hou gegevens 10 jaar bij. Ik beschouw iemand als een bestaande klant die misschien terugkomt als nieuwe klant, dus ik wil die op de hoogte houden. Het kan zijn dat het daar maar 5 jaar is dan. Tegelijkertijd in je boekhouding moet je misschien de factuur 7 jaar bijhouden. Dus je moet dat echt bekijken per activiteit en per afdeling in je bedrijf. Ik moet even vooruitschieten, want de slides gaan weer veel trager dan eigenlijk bedoeld was. Dit is het belangrijkste principe, verantwoordingsplicht. Wat je ook doet, of jullie niet kiezen voor 3 jaar of 5 jaar of 7 jaar gegevens bijhouden, of wel of niet e-mails sturen, je moet kunnen verantwoorden en uitleggen waarom en hoe je dat veilig doet. En elke handeling, niemand gaat u vooraf zeggen of je goed bezig bent of slecht bezig bent. Enfin, wij kunnen dat doen voor cliënten, maar dat is ook maar onze mening dan, hè. Maar post factum wel. Als er klachten komen, als er datalekken zijn, als er controles zijn, achteraf komt men kijken of je vooraf wel voorzichtig geweest bent. Dus dat betekent dat je alles moet documenteren. Daarvoor moet je eigenlijk een soort van nulmeting, interne audit doen. Privacy impact assessment noemen wij die. Een soort van interne in kaart brengen van de werking van je bedrijf. Waarbij je moet afvragen, in elk individueel geval, wat is het risico dat hieraan verbonden is? Hoe groot is het risico op klachten? Hoe groot is het risico op gegevensverlies? Hoe groot is de impact op de betrokkenen? En als het gaat over risicovolle bezigheden, medische gegevens verwerken bijvoorbeeld, is zoiets wat typisch als risicovol beschouwd wordt, dan moet je strenger zijn voor jezelf. Risk-based approach. Hoe hoger het risico, hoe strenger je moet zijn voor jezelf. Die nulmeting, die audit waar ik van sprak, je kan dat op verschillende manieren doen. De verordening zegt niet hoe je dat moet doen. Wat wij nu tegenwoordig doen voor cliënten is werken op basis van een checklist met een 200-tal checkpoints, dat je waarschijnlijk moeilijk kan lezen op de slide, maar het zijn 200 vragen, genre, heb je al een uitgebreid dataregister aangelegd, heb je al onderzocht of een DPO nodig is, een data protection officer is dat, een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in je bedrijf, iemand die moet toezien op het naleven van de wetgeving. Heb je al een overzicht gemaakt van alle software tools die je gebruikt en heb je al gecontroleerd of al die software tools zelf kunnen garanderen dat ze GDPR compliant zijn? We hebben zo'n lijst van 200 op dit ogenblik checkpoints waarvan je kan aanvinken ja, nee, dat is al in orde. Waarbij je in een volgende kolom die risk-based approach kan doen. Hoe groot is de kans dat het fout gaat? En we schatten dat in groen, oranje, rood, om het heel simpel te houden. Rood is een groot probleem, groen is pretty safe, oranje is, daar moeten we toch eens naar kijken. En waarbij je dan op een gegeven ogenblik follow-up actie kan voorzien. Hè? Wat gaan we daaraan doen? Hoe gaan we dat oplossen? En
waar zit het bewijs dat we dat opgelost hebben? Want documentatieverplichting vraagt bewijs. Hè. Dus bijvoorbeeld als het is, hebben we al in kaart gebracht de software tools waar we mee werken of die veilig zijn. Maar en een link naar een Excel-sheet waar je dat overzicht gemaakt hebt. Hè. En een datum dat je gezorgd hebt dat dat in orde is. En als je zo'n soort checklist doorloopt, op een gegeven ogenblik kun je dan aantonen, documenteren dat je in orde bent. Eigenlijk is dat de kern van GDPR. Hè. Los van newsletters sturen, opt-ins op websites, los van je privacy policy, los van cookies. Dit is eigenlijk de kern van wat GDPR-wetgeving van u veronderstelt. Marijke vraagt nog even, we publiceren soms recensies op onze website die bezoekers geschreven hebben, TripAdvisor, tijdens hun beleving aan het museum of hun bezoek aan het museum. Wij plaatsen de voornaam bij deze recensies. Is het GDPR-gewijs dan in orde? Want met de achternaam erbij mag het echt niet, dacht ik. Wel, de voornaam, daar kan je over discussiëren. De achternaam kan je niet doen, tenzij mensen daar zelf toestemming voor geven. Dat is simpel. De voornaam, dan moet je je afvragen, dataminimalisatie, hoe minder, hoe beter. Hè. Anonymiseren waar mogelijk, die risicoafweging die je moet maken. Een voornaam is waarschijnlijk anoniem genoeg, tenzij er andere informatie meegegeven wordt aan de hand waarvan je iemand kan identificeren. Als er een IP-adres bij staat, of een datum van bezoek, of een adres, of als in de review zelf sprake is van de naam van de kinderen en zo, dan wordt iemand plots wel identificeerbaar en dan doe je het ook best zonder voornaam. Dus de verordening zegt niet dat je de voornaam van iemand niet mag melden in een review. Je moet zelf kunnen uitleggen waarom dat je dat wel doet. En dat lukt meestal wel. Waar moet je dat eigenlijk doen? Ik denk dat dat op de volgende slide zal staan. Dat is nog even die risk-based approach. Hè. De vraag is eigenlijk die je moet stellen, hoe groot is de impact als er iets fout gaat hier? En hoe groot is de kans dat er iets fout gaat? En als je dat allebei op een schaal van 0 tot 5 doet, ja, een hele grote kans dat het fout gaat, en heel veel miserie als het fout gaat, medische gegevens die gelekt worden, dat is 5 x 5 is 25, dan zit je hier in het zwart. Dat is een groot probleem, dat moeten we heel snel oplossen. 1x1, dan zit je hier in het grijs, dat is een klein probleempje, dat kunnen we wel uitstellen. Dat is een beetje de nulmeting. Maar wat je eigenlijk moet doen, bij de vragen die Marijke tot nu toe stelt, en die ook Tienen over de sieraden stelde, en dan ook over het bouwbedrijf, je hebt een dataregister nodig. En ik heb hier even een screenshot gezet. Ik heb geen tijd nu om die in detail te doorlopen. Wat je eigenlijk moet doen, is een overzicht creëren van welke verwerkingsactiviteiten hebben wij in ons bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een HR-departement. Sollicitaties, loonsadministratie, personeelsadministratie, jaarlijkse reviews, de tankkaart, de permanente vorming en opleiding die mensen moeten volgen. Dat zijn allemaal verwerkingsactiviteiten. Want een verwerkingsactiviteit, dat is een bepaald proces dat heel regelmatig terugkomt en waarvoor je altijd dezelfde gegevens gebruikt. Hè. Per verwerkingsactiviteit moet je eigenlijk in zo'n dataregister, dat is een wettelijke verplichting, je komt daar niet onderuit. Dat is, eigenlijk is dit je boekhouding. Als je controle krijgt ooit en je hebt dit niet, dan is het eigenlijk alsof je een btw-controle krijgt en dat je tegen de btw-controleur zegt, ik heb geen boekhouding, dat is een groot probleem. Dus dit moet je echt doen. Per verwerkingsactiviteit moet je gaan opsommen. Welke gegevens hebben wij? Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, Rijksregisternummer misschien, hoewel dat heel moeilijk en bijna niet mag bijgehouden worden. Schoenmaat van personeel, bewijs van gevolgde opleidingen, het IP-adres van een computer, I don't know, persoonsgegevens die je hebt. Waar komen die vandaan? Waarvoor gebruiken we die? Wat is de rechtsgrond die ons toestaat om die te verwerken? Hebben we toestemming? Hebben we een gerechtvaardigd belang? Is dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst? Waarom doen we dit? Vanwege dataminimalisatie. Ik had u gezegd, minder is beter en alleen voor het doel waarvoor je iets gekregen hebt. Wel, kijk, je moet dat documenteren hier. Waarom hebben wij die gegevens? In de volgende kolommen zou je zien staan, als ik daar naartoe zou gaan, maar ik ga dat nu even niet doen. Waar worden die gegevens bijgehouden? Met wie delen we die gegevens? Hoe lang houden we die gegevens bij? Zijn we zeker dat die in Europa blijven? Een hele reeks informaties. Wie nog geen dataregister heeft en wie een voorbeeld hiervan wil, mag mij na afloop altijd een mailtje sturen. Dan stuur ik jullie een lege versie daarvan op. Mijn ervaring is wel dat je met een template of een lege versie van een dataregister, dat het heel moeilijk is om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik weet niet of ik jullie een plezier doe door je zo'n leeg document toe te sturen, maar wie geïnteresseerd is, stuur mij een mailtje, bart@seriouslegal.be en ik bezorg jullie graag
een lege versie waarmee je aan de slag zou kunnen gaan. Ik hoop dat de meesten onder jullie wel al een dataregister aangelegd hebben de voorbije 2 jaar. Dat is toch echt wel het begin van GDPR compliance. Nu, wat je eigenlijk moet doen, ik heb daar straks een screenshot laten zien van onze privacy policy. Hè. Als je mensen correct wil informeren over wie je bent en hoe je met hun gegevens omgaat, dan heb je een gedetailleerde privacy policy nodig. Eigenlijk moet je die schrijven op basis van dat dataregister. Want hier gaat instaan, ten aanzien van je personeel bijvoorbeeld, want ook ten aanzien van je personeel heb je een privacy policy nodig. Hier gaat instaan, hoe gaan wij om met sollicitantengegevens? Hoe gaan wij om met uw betaalgegevens als personeelslid, als we de loonadministratie doen? Hoe gaan wij om met interne evaluaties? Dat staat hierin. Je moet dat dus vervolgens vertalen in een privacy policy. En als je een template van een privacy policy ergens copy-paste van iemand anders, per definitie is die niet oké en is die niet in overeenstemming met de wet, want die is niet gebaseerd op je eigen interne activiteiten, op je eigen dataregister. En dat zou wel het geval moeten zijn. En we hebben een aantal mensen gezien in het verleden die om die reden boetes oplopen. Dat is dan een tekortschieten in je informatieverplichting ten aanzien van de betrokkenen, krijg je een boete opgelegd. Stapje per stapje. Het is al 14:50 en ik ben nog niet ver opgeschoten, dus het is echt wel stapje per stapje. Maar wat je dus eigenlijk concreet moet doen als bedrijf, 1. Je moet dat dataregister aanleggen. Dat is de start van alles. Veel meer dan de formulieren op je website, dataregister. Daar moet je tijd in steken en dat vergt tijd. Hè. Dat vergt, afhankelijk van hoe groot een bedrijf is, vergt dat 1, 2, 3 tot 10, 20 dagen werk. In multinationals hebben we al gezien dat er echt een taskforce voor samengesteld wordt. Ja, we zijn DPO bijvoorbeeld bij Mazda, de logistieke afdeling van Mazda voor Europa. Dat dataregister samenstellen, dat is een werk van een plan van een half jaar daar. Hè. In een KMO is dat meestal, we zitten daar 2 mensen op die daar een paar dagen de tijd voor maken en we zijn er. Dat is het eerste wat je moet doen, dataregister. Tweede is, vertalen naar een privacy policy, zodat je informatie, transparantie kan garanderen. Het derde is, op basis van dat dataregister kan je gaan onderzoeken. Oei, dus de vragen die hier al gesteld zijn, hè, hoe lang kunnen we die gegevens eigenlijk bijhouden? Mogen we de naam bij de recensie zetten? Het zetten van recensies op de website zou typisch een verwerkingsactiviteit zijn die in een dataregister terugkomt. Het antwoord geven op de vragen die jullie mij tot nu toe gesteld hebben, doe je op basis van een analyse van dat dataregister. Je kan daarin gaan terugkijken. Ah, kijk, die gegevens komen daar vandaan. Zo gebruiken we die, zo lang houden we die bij. Eigenlijk klopt dat toch niet helemaal als we dat vergelijken met de basisbeginselen die Bart in zijn eerste slides uiteengezet heeft. Dus we gaan dat bijsturen. Dat is eigenlijk de derde stap. De vierde stap is zorgen dat de basisrechten van mensen ook effectief gerespecteerd worden. Als we zeggen dat we gegevens maar 3 jaar bijhouden, zorgen dat we die ook maar 3 jaar bijhouden en zorgen dat ze dan effectief gewist zijn. Hoe doen we dat? In de eerste plaats door te zorgen waar ze zich bevinden intern. Als ik na 3 jaar klantengegevens moet verwijderen, maar ik weet niet waar ze zitten, want ze zitten, iemand heeft ze in Dropbox gestoken, iemand heeft ze afgeprint en in zijn kast gestoken. De bedrijfsleider die werkt ook meestal thuis op zijn eigen laptop en die heeft dan thuis op de harde schijf nog een kopie gemaakt. Ik heb het doorgemaild naar 5 mensen die het dan in hun inbox ergens allemaal zitten hebben. Good luck als je die gegevens moet verwijderen op een gegeven ogenblik. Dus wat je als bedrijf nodig hebt, is interne organisatie die je toelaat om te weten waar gegevens zich bevinden en hoe ze gebruikt worden. En dan kan je zorgen voor respect voor basisrechten. Dat zijn de eerste 4 stappen die je door moet. Daaraan voorafgaand is het belangrijkste. Gepast niveau van veiligheid. Gepaste maatregelen om te zorgen dat je correct met gegevens omgaat. Technische veiligheid. Organisatorische veiligheid. Hoe zorg je daarvoor? Wel met die audit, die nulmeting waar ik van gesproken heb, die 200, enfin in ons geval 200 vragen. Die verordening zegt niet dat je jezelf 200 vragen moet stellen, maar dat is, als wij proberen grondig te werken, dan is dat waar je door moet lopen. Hè. Dus jezelf in kaart brengen. Hoe werken wij vandaag? Werken mensen van thuis? Of niet? Ik denk dat het op de volgende slides gaat staan. Welke software tools gebruiken we? Zijn we zeker dat die veilig zijn? Zijn we zeker dat onze interne netwerken veilig zijn? Zijn we zeker dat we weten waar data zich bevindt? Zijn we zeker dat we data kunnen verwijderen als het nodig is? Zijn we zeker dat dat data kan verbeterd worden als het nodig is? Hebben we een deftig paswoordbeleid? Hebben we een deftige antivirus? Hebben we een deftige firewall? Wat wordt er afgeprint? Als we dossiers afgeprint bijhouden, zitten die in een kast? Zijn we zeker dat die kast gesloten is? Al dat soort kleine dingen moet zorgen voor een gepast niveau van veiligheid. En dat is opnieuw, dat is de kern en de hoeksteen van GDPR. Daar gaat die wetgeving eigenlijk over. Die veiligheid creëren. Hè. Niet zozeer
Niet zozeer dus ja, de invulformulieren op uw website. Hoe gaan we om met e-mail? Wat mag er gemaild worden? Ik heb heel veel cliënten gezien waar we GDPR-compliance trajecten gedaan hebben de voorbije jaren, waar blijkt dat heel gevoelige informatie gewoon per e-mail heen en weer gestuurd wordt. En als je dan doorvraagt, dan blijkt, ah, ja, ik heb dat ook wel een keer naar de verkeerde gestuurd. Maar ja, ik heb dan onmiddellijk gebeld om te zeggen dat ze dat moesten wegdoen, het was in orde. Dat is niet oké. Je hebt dus eigenlijk een e-mail policy nodig waarin je aan personeel regels oplegt rond e-mailgebruik, thuiswerkpolicy, hoe omgaan met papieren dossiers, hoe omgaan met bezoekers in het bedrijf, hoe omgaan met communicatie naar derden toe. Als wij wel iets vertrouwelijk moeten delen, is het dan niet beter dat we dat doen door middel van een WeTransfer link of door een folder te delen online in plaats van een bijlage bij een e-mail te steken, want e-mail is onveilig per definitie. Dus al die vragen moet je jezelf eigenlijk stellen en in kaart brengen. En dan moet je dat uitwerken, hè? Dan moet je op zoek gaan naar regels daar rond. En wat ik hier heb is een screenshot van ons eigen intern reglement, interne richtlijnen rond dataveiligheid, waarin wij bijvoorbeeld besloten hebben dat niemand lokaal op zijn C-schijf nog gegevens mag opslaan, dat niemand van op privé-laptops kantoordata mag accederen, mag toegang toenemen, streng paswoordbeleid ingevoerd, geen gevoelige bijlagen in e-mail naar cliënten verzenden. Wij zijn volledig paperless gegaan, omdat papierverlies in ons beroep, hè, specifiek voor advocaten, die lopen zo met een dossier onder hun arm naar de rechtbank, en voor je het weet, laat je een dossier op de rechtbank liggen, het is niet veilig, dus we doen dat niet meer, alles gedigitaliseerd. Geen dossiers mee naar huis. Als je iets downloadt van internet, standaard op een netwerkfolder, niet op de harde schijf. Enfin, we hebben zo'n hele reeks maatregelen genomen. Papiervernietiging bijvoorbeeld ook, als er dan toch iets afgeprint wordt, per definitie onmiddellijk vernietigd. Printers met een badge op, zodat je alleen kunt afdrukken als er gebadged is, en zo verder. Die verordening zegt niet welke maatregelen dat je moet nemen. Die verordening zegt dat je moet documenteren en uitleggen waarom dat je bepaalde maatregelen wel en niet genomen hebt. Mogen we intern een mail die persoonsgegevens bevat intern doorsturen om zo de vragen, problemen te behandelen? Of soms ter info, zodat de collega's weten wat er intern gaande is? De verordening zegt niet ja of nee, Marijke. Een mail die van een externe persoon komt, mocht je die intern forwarden? Misschien wel. Uw dataregister zal moeten, daarin zal gedocumenteerd moeten zijn waarom je die intern forwardt, bij wie die terechtkomt, en hoe lang die daarbij gehouden wordt. En dan moet je jezelf afvragen, is het eigenlijk noodzakelijk dat we die aan 10 mensen forwarden? Is het niet slimmer als we die maar aan 2 mensen doorsturen? Want die 2 zijn eigenlijk degene die de beslissing nemen. Als we dat doorsturen aan die 2, kunnen we zorgen dat die 2 dat terug wissen achteraf? Of is het niet slimmer om niks door te sturen, maar gewoon 1 kopie op het netwerk te zetten, zodat we weten waar ze staat en dat er geen 10 kopies rondslingeren? Waarom? Wat is in onze context de beste oplossing? En dan moet je eigenlijk ook gaan neerschrijven waarom je kiest voor een bepaalde oplossing. Maar de verordening zegt niet dat je iets niet mag doorsturen intern. Dus dat is jammer genoeg geen duidelijk antwoord van mijn kant, maar de hele die verordening heeft geen duidelijk antwoord. Wat belangrijk is, is dat jij, als je het doorstuurt aan 5 mensen, dat jij kan uitleggen waarom het noodzakelijk is om dat door te sturen aan 5 mensen, en dat er geen andere, meer privacygevoelige manier was, of respecterende manier, om hetzelfde resultaat te bereiken op een andere manier. Vraag van Joke. Als je betalingssoftware gebruikt in je webshop en er is een lek, wie is verantwoordelijk? Wel, Joke, zoals ik daar straks zei, de klant op de webshop is jouw klant. Jij bent de verantwoordelijke voor de verwerking. Jij bent aansprakelijk. Jij zal de boetes krijgen. Jij moet het datalek aanmelden. Jij bent verantwoordelijk ten aanzien van je klant. Maar contractueel gezien zal je natuurlijk een relatie hebben met de betaaloplossingen, met Molly of PayPal of whatever, of Stripe. En contractueel gezien zal je daar waarschijnlijk een deel van de schade kunnen verhalen, maar jij bent verantwoordelijk. Het is jouw website, het zijn jouw klanten, het zijn jouw gegevens. Jij bent verantwoordelijk en de boetes zullen bij jou komen. Dat is een pijnlijke vaststelling, maar dat is zo. Dat brengt me bij cybersecurity, daar ga ik kort over. Ik heb nog 1 minuut. Wees voorzichtig met cybersecurity, want hacking, pogingen om gegevens te stelen, cryptolockervirussen waardoor je systemen geblokkeerd worden tenzij je losgeld betaalt, die komen gigantisch veel voor. En het aantal, de toename in het aantal cyberincidenten het voorbije jaar onder corona is exponentieel gestegen. Hackers weten ook dat iedereen thuis werkt en thuisnetwerken zijn niet veilig. Dus men
er is een waanzinnige toename in het aantal in cybercriminaliteit. En cybercriminaliteit is simpel eigenlijk. Hè. De zwakste buffel uit de kudde wordt altijd gekozen. Dus je moet niet zorgen dat je fortuin investeert om de veiligste website ter wereld te hebben. Je moet zorgen dat je niet de zwakste website ter wereld hebt, want dat zijn degenen die gepakt worden. Dus je moet zorgen dat je redelijk safe bent. Maar niet al te gek doen. De zwakste buffel wordt neergehaald. Hè. Ik ga daar niet veel meer over vertellen, want daar is niet echt tijd voor. Wie meer wil weten over cybersecurity, moet ik er kijken op de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen, Vlaio. Vlaio heeft een aantal subsidies voorzien voor cybersecurity trajecten in bedrijven. Cyber maturity ook. Hè. Veilig omgaan of veiligheid, cyberveiligheid in je bedrijf garanderen. Er zijn een achttal partners gekozen die daar rond consultancy en advies mogen geven. Wij zijn één van de acht. U ziet ons daar bovenaan in het lijstje staan. BA en Sirius Legal. We doen dat samen met een technische partner. Daar zijn subsidies voor. Je kunt de helft van de investering die je daarin doet laten subsidiëren. En mocht daar ooit interesse in zijn, dat vind je bij Vlaio. En dan is het uur eigenlijk al een beetje rond. Dus wat wil ik u nog zeggen? Dan moet ik een beetje kort zijn. Hè? Als je gaat samenwerken met onderaannemers, zoals de payment provider, waar Joke daarnet naar vroeg, dan is er één belangrijke waar je op moet letten. Als je beroep doet op een onderaannemer die in jouw opdracht met persoonsgegevens aan de slag gaat, dan moet je zorgen dat daar een geschreven contract is. Een DPA noemt het dan, een Data Processing Agreement of een verwerkersovereenkomst. Het loutere feit dat die er niet is, is een reden voor jou om boetes op te lopen. Dus als verantwoordelijke, als eigenaar van de webshop, moet je zorgen dat je met die payment provider een verwerkersovereenkomst afgesloten hebt. Heb je die niet, dan heb je een probleem. Hoe moet je dat aanpakken? Je moet een lijst hebben met alle derden waar je mee samenwerkt. Je moet in een tweede kolom inschatten of die al dan niet persoonsgegevens verwerken voor jou, door jou. Je moet dan in een derde kolom kijken of die zelf al proactief een verwerkersovereenkomst aangeboden hebben of niet. En als ze dat niet gedaan hebben in de vierde kolom, dan moet je die zelf uitsturen en follow-up voorzien. Hè? Wanneer krijgen we die getekend terug? Als je die niet getekend krijgt, dan mocht je eigenlijk niet met dat bedrijf verder werken. Als er dan toch een datalek zou voorkomen bij dat bedrijf, bij die onderaannemer, dan komt de boete dubbel hard bij jou terug, want jij bent de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en jouw verantwoordelijkheid is om zorgen dat je contractueel die veiligheid krijgt van bijvoorbeeld je webhoster of je webbouwer. Dan moet je een verwerkersovereenkomst mee afsluiten. Als je die niet hebt, heb je een probleem. Dus je moet die lijst maken en je moet daar een vendor assessment, een inschatting op doen. Hebben we de overeenkomsten, voldoen die overeenkomsten, ja of nee? Je hebt er een overzicht van nodig, gedocumenteerd in een Excel-sheet. Dat is ook iets typisch wat we voor cliënten doen. En dan proactief verwerkersovereenkomsten uitsturen om te zorgen dat die allemaal getekend zijn. Hè? En ik ga proberen op 2-3 minuutjes nu toch... Ook als je samenwerkt met een Mailchimp of zo, vraagt Patrick, inderdaad, dan is dat eigenlijk ook nodig. Nu, wat je gaat zien is, als je een lijst maakt met alle derden waar je mee samenwerkt, dan gaat Mailchimp daartussen staan. In de tweede kolom zal de opdracht zijn, kijk een keer of Mailchimp zelf proactief het nodige aanbiedt. En dan zal je zien dat Mailchimp op zijn website en in zijn Terms of Use een verwerkersovereenkomst ingebouwd heeft. Dus dat is afgedekt, dat is voldoende dan. Dan moet je niet nog een keer echt een contract gaan toesturen aan Mailchimp met de eis, teken dat. Dat ga je nooit getekend terugkrijgen. Maar de garanties die zij zelf geven, zijn wel voldoende. Daar komt trouwens bij, als het over Mailchimp gaat. Ik ga even de website overslaan. De cookies kom ik dadelijk nog even bij. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf, tenzij ik me heel hard vergis. Je moet heel hard opletten, want er is een arrest van het Europees Hof van Justitie van vorig jaar. Vorige zomer, dat zegt dat gegevens exporteren buiten de Europese Unie, data-export, het gebruik van een tool in Amerika, eigenlijk in veel gevallen problematisch is. En je moet dan zorgen dat je specifieke contracten hebt waarin standaard contractclausules staan die de commissie, de Europese Commissie, uitgeschreven heeft en die je copy-paste daarin moet zetten, waarin die Amerikaanse bedrijven beloven dat ze in Amerika hetzelfde niveau van bescherming geven aan hun gegevens dan dat je in Europa zou hebben.
Als je dat niet hebt, heb je een serieus probleem. In Duitsland zijn ondertussen controles gestart om bedrijven boetes op te leggen omdat ze onveilig data exporteren buiten de Europese Unie. Dus een specifiek aandachtspunt is in kaart brengen met welke Amerikaanse, met welke Indische, met welke Chinese, met welke Russische tools werken wij. Gaat onze data buiten Europa? Draait die over servers die ik weet niet waar staan? Hebben wij een callcenter in Marokko of in Nigeria dat telefoons voor ons doet? En als dat zo is, dan moet je daar zorgen dat dat contractueel goed ingedekt is. Mailchimp in principe is inderdaad oké. Okay. Dat is een van degenen die wij al voor een aantal cliënten gecheckt hebben. Sabine vraagt nog even naar verwerkers in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 1 januari is het Verenigd Koninkrijk niet meer onderdeel van de Europese Unie. Dus eigenlijk is dat data-export buiten Europa. Maar er is wel een overgangsperiode voorzien van 6 maanden. Die loopt dus tot eind juni. En in afwachting wil men er is een korte lijst met landen die veilig geacht worden. En men is nu aan het zorgen dat Engeland of het Verenigd Koninkrijk op die lijst terechtkomt voor eind juni. Er staan maar een 15-tal landen op die lijst, hoor. Je kunt daar zoveel niet mee. Nation Builder gebruikt er politieke partijen. Ik kan u niet zeggen dat ik Nation Builder ken, Patrick, maar dat is er typisch eentje waarvan je moet controleren dan inderdaad. Hebben wij een verwerkersovereenkomst? Kunnen ze garanderen dat ze veilig met die gegevens omgaan en blijven die gegevens in Europa? Dus iets om zeker te bekijken. En dan om af te sluiten, ik ben 5 minuutjes over tijd. Dus je weet, dat dataregister is het begin, dames en heren. Die interne audit, die nulmeting is het begin. Zorgen voor policies, afspraken, flows, de richtlijnen aan personeel intern om veiligheid te creëren, technische veiligheid ook, al uw tools, al uw contracten, al uw leveranciers onderzoeken om te kijken of zij veilig zijn. Zorg dat uw data binnen Europa blijft. En dan op uw website zeker ook kijken naar het gebruik van cookies. Want daar wordt op dit ogenblik op grote schaal op gecontroleerd door de gegevensbeschermingsautoriteit. Achter de schermen weliswaar, maar ik weet dat er onderzoek loopt bij de 20 grootste mediabedrijven van het land op dit ogenblik. 2 daarvan hebben we zelf, samen met andere advocaten hoor, maar goed, een stukje daarvan hebben wij zelf het verweer voorbereid, of het antwoord aan de gegevensbeschermingsautoriteit voorbereid. Ik weet dat er op grote schaal controles gebeuren, en ik weet dat 90% van de bedrijven niet in orde is, en meestal komt dat neer op wat je hier in beeld ziet. Links bij IVARM, de intercommunale voor afvalverwerking regio Mechelen, vooraf aanvinken, zoals je hier ziet, van het gebruik van statistische cookies is niet oké. Okay. Wat de wet eigenlijk zegt is, als je cookies wil plaatsen op iemands website, of als je andere technologie wil gebruiken om gegevens over mensen te verzamelen uit hun toestel, dan heb je daarvoor altijd voorafgaand de toestemming nodig. Mensen moeten actief zelf ja zeggen en aanvinken, en ze moeten vrij zijn om nee te zeggen en te weigeren. Dus vooraf aangevinkte cookie banners zijn niet oké. Door uw navigatie op deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies, is niet oké. Je mag er niet van uitgaan dat ik akkoord ben door de website verder te bezoeken. Deze website gebruikt cookies, meer info, oké, daar heb ik geen mogelijkheid om nee te zeggen. Dus dat is allemaal fout. Wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat er zo'n pop-up komt zoals bij IVARM, waar mensen categorie per categorie kunnen zeggen, ja, ik ben akkoord, ja, ik ben akkoord, ja, ik ben akkoord. Maar als ze nee zeggen, is het ook nee. Niks vooraf aangevinkt. Geen impliciete toestemming gegeven, geen cookies geplaatst voor mensen toestemming geven. Ik kan u zeggen, 90% van de websites gaan daar grandioos in de fout. We hebben de voorbije 2 jaar tientallen bedrijven, van kleine tot grote, bijgestaan in het in orde zetten daarvan. Dat is verdomd veel werk, omdat daar ook een heel technisch aspect achter hangt, waarvoor wij samenwerken met een technische dienstverlener, grava.be, een digital agency hier uit Mechelen. Maar dat dus loopt heel vaak fout. Hè. Nog even bij die data-export komen. Wat je bij die data-export mag je vermelden, aanvaard alle cookies, Raf. Ja, je mag melden, aanvaard alle cookies, voor zover mensen ook de mogelijkheid krijgen om categorie per categorie te aanvaarden. En voor zover ze dus ook de mogelijkheid krijgen om te weigeren. Als aanvaard alle cookies de enige knop is, dan is het fout. Als aanvaard alle cookies een optie is, naast weiger, alles wat niet noodzakelijk is, of kies zelf welke categorieën je aanvaardt, dan is dat oké. Terugkomen op die data-export. Wat je dus eigenlijk moet doen is bij je leveranciers in Amerika en in China en in Indië. Dat is ik noem die 3 landen omdat softwaregewijs dat 3 belangrijke zijn. Dan moet je dus eigenlijk aan die mensen gaan vragen, verwerk je gegevens, persoonsgegevens die aan mij toebehoren.
Worden die geëxporteerd buiten de Europese Unie? Hoe doe je dat? Kan je de nodige garanties geven? Wat wij gedaan hebben, en je kan daarvoor op onze website terecht, want dat is gratis beschikbaar. We hebben daarvoor een templatebrief met Data Export Impact Assessment gemaakt. Dus ze zeggen dat is een brief, een informatiedocument dat je kunt uitsturen. Als je, ik heb zo cliënten die een beroep doen op callcenters in Marokko, omdat het daar heel, het is daar goedkoop werken en daar zijn heel veel mensen die Nederlands of Frans spreken omwille van de migratie. Dus het is vaak heel goedkoop om je callcenter van daar te laten werken. Je moet zorgen dat die kinderen GDPR-compliant zijn. Jouw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat die kinderen oké zijn, dus dan moet je die eigenlijk... Je moet dat documenteren, je moet die vraag stellen. Dan kan je dit soort brief gebruiken om die vraag te stellen. En wat je dan ziet, is dat daar een vendor assessment documentje bij zit, met een reeks vragen waar mensen op moeten antwoorden. Verwerk je persoonsgegevens die aan mij toebehoren, ja of nee? Zit je buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte, ja of nee? Zo ja, in welk land zit je gelokaliseerd? Een hele reeks vragen die u toestaan om achteraf een analyse te doen, juridisch gezien, naar de vraag, is dit veilig en correct wat ik aan het doen ben met data-export of niet? Die is beschikbaar op onze website, die staat... onder de tab downloads of do-it-yourself legal, noemt dat op onze website, gratis beschikbaar. Je moet je naam achterlaten, dames en heren, maar die wordt nergens voor gebruikt. Dat is puur ter controle van wie downloadt. We gaan u niet bestoken met reclame, we gaan uw gegevens niet langer bijhouden dan nodig. Wij volgen zelf GDPR perfect wat daar betreft. Er zit ook een linkje naar onze privacy policy, zoals het hoort. En je kunt zelf aanvinken of je op de hoogte wilt gehouden worden of niet. Dit is geen goed idee als het over GDPR gaat. Dat is alleen maar vragen voor problemen. Je kunt niet doen alsof het probleem niet bestaat. Je kunt niet doen alsof de wetgeving niet bestaat. De controles zijn very real. De boetes zijn very real. Je moet ermee op tijd aan de slag gaan. Op een gegeven ogenblik gaat je tegen klachten en boetes aanlopen. Die nemen elke maand toe. Het aantal controles en het aantal boetes blijft stijgen elke maand. Dus ga op tijd aan de slag. De slimmere aanpak is, wat ik al gezegd heb eigenlijk, hè. Breng jezelf in kaart, doe die nulmeting, leg een dataregister aan, een lijst met derden, controleer data-export, controleer cookies. Evalueer of daar risico's aan verbonden zijn, neem gepaste maatregelen intern, hè, alle policies en regels en procedures waar ik over gesproken heb. Sluit verwerkersovereenkomsten af met iedereen die gegevens in handen krijgt van u. SCC's, dat zijn Standard Contract Clauses, dat hangt vast aan die data-export. Als je gegevens exporteert buiten Europa, zorg dan dat je contractueel die standaardclausules opgenomen hebt en dat je die laat tekenen door de ontvanger. Zorg voor interne policies, controleer je IT-security, cybersecurity, daar heb ik het over gehad. Pas interne processen aan, beslis dan of je die mail, waar we het daar straks over hadden, mag ik mails van klanten aan 5 mensen doorsturen of niet. Controleer of dat eigenlijk in uw hoofd wel logisch is en noodzakelijk is. En als dat niet zo is, pas dat proces dan aan. De verordening gaat meestal niet zeggen of het mag of niet. De verordening zegt dat je gepaste maatregelen moet nemen voor een gepast niveau van veiligheid. Zorg dat je die basisprincipes uit die eerste slides, dat je die goed kent. Zorg ook voor training en opleiding aan je personeel. Ze moeten zich bewust zijn van wat privacy is, van wat gegevensbescherming is. Dat is heel belangrijk. Interne vorming, onboarding bij nieuwe werknemers. Je kan dat in de vorm van filmpjes doen, je kan het in de vorm van documenten doen, je kan iemand uitnodigen om daarover te komen babbelen. Je kan er van alles van doen, maar zorg dat mensen weten wat privacy is en hoe ze reageren. Bijvoorbeeld hoe ze reageren als een klant zegt, ik wil inzage in mijn gegevens. Zorg dat ze weten dat binnen 30 dagen daarop gereageerd moet worden. Zorg dat ze weten dat alle gegevens binnen het bedrijf verzameld moeten worden. Hè. En wees transparant, communiceer correct aan iedereen. Dit is wat je niet moet doen, je kop in het zand steken. Wat je wel moet doen volgens mij, de slimme aanpak is, zoek op tijd hulp. En laat me dan toe om bij het einde van mijn verhaal, dat 13 minuutjes over tijd is, ontmoedigend, ik weet het Joke, ontmoedigend dit. Ik weet het, maar kijk, wacht even. Samen zijn we slimmer, is wat ik aan het vertellen ben. Ik weet, wij werken voor kleine zelfstandigen, eenmanszaken, tot en met multinationals, zoals ik heb er straks Mazda al genoemd, en alles wat daartussen zit. En we hebben ook geprobeerd, omdat ik weet dat dit ontmoedigend is,
om antwoorden of pakketten klaar te maken voor iedereen in alle omvang en in alle mate van bedrijven. Samen zijn we slimmer, daarmee bedoel ik, zoek op tijd hulp. Of het nu van ons is of van iemand anders, ik kan alleen maar zeggen wat wij kunnen doen. Maar bij ons begint het eigenlijk voor kleine ondernemers, Joke, met een doe-het-zelf pakket. Je kunt op onze website voor een paar honderd euro een Start to GDPR pakket downloaden, waar eigenlijk alles wat ik daarnet verteld heb in zit. Dat is de templates in, voorbeelden, daar zitten invuldocumenten in, daar zit alles wat je nodig hebt, die impact assessment, hè, die nulmeting zit daarin, dat dataregister zit daarin, daar kan je zelf mee aan de slag. Sommige mensen zien dat echt niet zitten en we hebben heel veel workshops georganiseerd de voorbije jaren en we gaan er in het voorjaar nog organiseren, waar we op basis van dat pakket mensen gaan samenbrengen en twee namiddagen echt samen kijken hoe moet je dat invullen, hoe gaat je daarmee aan de slag, welke policies heb je nodig. En mensen gaan naar huis en gaan hun huiswerk proberen te maken thuis en twee weken later zien wij elkaar terug. En alle vragen die jullie nu in de chat gegooid hebben, worden in die tweede sessie samen bekeken. Bart, mag ik dit? Bart, mag ik dat? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat verantwoorden? Hoe moet ik dat documenteren? En dan zien we dat dat... zoals Joke zegt, minder ontmoedigend is. Want dan heb je ondersteuning op twee duidelijke momenten, plus een hoop documenten mee naar huis, en dan kan je daar als kleine ondernemer wel mee aan de slag. Ja, en voor grotere ondernemers hebben we een aantal andere modellen, waarbij we ofwel coaching geven van op afstand, en bedrijven gaan dan zelf aan de slag, of waar wij echt zelf full-scale in-house alles in orde komen zetten. Maar dat is meestal, ja, dat is tussen 5 en 15 dagen werk meestal. Dus dat veronderstelt wel een budget, maar dat doen we ook bij bedrijven. Hè? Ofwel specifiek op bepaalde departementen, heel veel op marketingdepartementen bijvoorbeeld, of op HR-departementen, of op website, webshops, waar we specifiek in die afdeling gaan kijken, hoe gaan jullie om met data, hoe werken jullie, wat kunnen we voor jullie betekenen. Ja, natuurlijk, gewoon contracten opstellen doen we ook. Hè. Dat is een beetje wie wij zijn en wat wij doen. Dat zijn wat bedrijven waarvoor we recent gewerkt hebben. Allemaal eigenlijk in GDPR. Ook heel veel sectorfederaties waar we mee samenwerken. Dat soort slide moet op het einde van een presentatie. Hè. Maar goed, waarom dat ik dit eigenlijk laat zien is, hier staat mijn e-mailadres. Als jullie vragen hebben, als ik iets voor jullie kan betekenen, als je nog wat verduidelijking of toelichting wilt na wat ik nu verteld heb, want ik hoop dat het een beetje structuur geeft aan jullie denkproces in het kader van GDPR, maar ik weet dat dit nog altijd 1 heel veel is en 2 heel complex is. Dus als je nu concrete vragen hebt, ik ben altijd graag beschikbaar om wat korte vragen per mail te beantwoorden of om een vrijblijvend gesprek via Google Meet in te plannen om even te pingpongen met jullie. Dat is altijd graag aangeboden. En als er verdergaande vragen zijn naar assistance, bijstand, dan vinden jullie de weg ook wel. Daar ga ik nu niet op pushen. Hè. Dat was het zo een beetje. Oké, Bart, van harte dank voor deze serieuze toelichting. Het was ook een serieuze boterham, zoals te verwachten viel met GDPR. Ontmoedigend, maar tegelijkertijd op het einde toch wat lichtpuntjes om ermee aan de slag te gaan. Dus van harte dank hiervoor. Jouw contactgegevens zijn op scherm gekomen. De presentatie is of wordt nog nagestuurd. Er is sowieso ook een opname geweest van deze sessie, dus die komt ook nog jullie richting uit. Dus ik hoop jullie van harte hiermee enkele handvatten te hebben aangereikt om met GDPR alsnog aan de slag te gaan of er beter mee aan de slag te gaan dan vooralsnog het geval was. En dan rest mij niks anders meer dan jullie nog een heel fijne namiddag te wensen. En hopelijk tot binnenkort. Tot ziens. Dag.